dinsdag werd er eigenlijk doorheen de hele dag al storm voorspeld, dus we waren al alert. We kregen dan ook verschillende meldingen binnen van dat het niet gewoon een storm was, gelijk dat we dat normaal zien, maar dat het wel uitzonderlijk was. We zijn begonnen met bericht dat er een mast plat lag. Dan is de persoon die we daar het snelst in de buurt kregen, is naar daar gegaan. En dan kregen we berichten dat er op andere locaties ook nog masten gevallen waren. Dus uiteindelijk hebben we rond 11:00 een inventaris gehad, dat het er 9 in totaal waren. Dus we wisten dat we vertrokken waren voor een lange nacht. Als ik hier aankwam in Mechelen, zagen we de impact eigenlijk van de extreme weersomstandigheden. We zagen al meteen dat er hoogspanningskabels op huizen lagen. Mensen stonden daar in de regen met vragen. We waren een beetje het noorden kwijt, wat ook heel normaal was. Een team van Elia is ook op het terrein ter plaatse gegaan om met mensen te praten die vragen hadden. Ook om op te lijsten, wat zijn de contactgegevens, bij wie kunnen we terecht. Dus dat was de prioriteit om mensen één gerust te stellen, maar ook veilig te stellen. Tout à fait, c'est très exceptionnel. Donc, c'est pas la première fois qu'on a ça. Donc, on a eu quelques incidents comparables dans le passé. Et par contre, on est tout à fait préparé par rapport à ça. Donc, nos équipes sont prêtes, nos équipes sont formées. Il y a régulièrement des exercices de crise pour pouvoir gérer ça. Wel, we hebben eigenlijk samen met de crisiscel van de stad goed gecommuniceerd om eerst in kaart te brengen wat is de impact, wat is nu het eigenlijk de prioriteit om veilig te stellen, wat moeten we eerst doen. Elektrisch is dus de lijn volledig afgeschakeld, is op verschillende plaatsen ook geaard. Maar er is nog heel veel mechanische spanning, trekkrachten op de lijn. Dus we kunnen niet zomaar knippen. Anders gaat alles gaan schuiven en gaan de lijnen zich door de daken boren. Dus mechanisch is het toch nog altijd een gevaar. Hetgeen dat we nu gaan doen, is de buitenste massen die nog recht staan, gaan we opaneren, optuigen, zodat die stabiel zijn. En dan vanaf dat dat gedaan is, kunnen we de tussenliggende stukken verwijderen. De geleiders eerst en daarna aansluitend de masten. Eén keer dat alles verwijderd is, zal men gaan kijken naar om terug de backupvoedingen van onze klant en van de stad Mechelen terug te gaan garanderen. Dus uit het noorden zullen we een noodlijn gaan opbouwen om de stad Mechelen terug van een backupvoeding te gaan voorzien. La question principale qui se pose, c'est quand est-ce qu'ils pourront revenir. Mais évidemment, je répète toujours, en toute sécurité, on ne va pas prendre des risques qui ne sont pas acceptables. Par contre, ça ne peut pas durer trop longtemps, et donc on fait le maximum pour pouvoir rétablir la situation. Er is een aparte taskforce opgericht die het geheel coördineert. Daar zijn we dag en nacht mee bezig. We gaan zelf dit weekend volledig door tot wanneer deze situatie is opgeruimd. Il y a un grand engagement, il y a une grande volonté aussi de se rendre service à la population, de rétablir la situation. Donc il y a une grande fierté par rapport à notre rôle sociétal sur le terrain. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans cette remise en service.